In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Zo spreekt de Heer, komt gezegende van mijn Vader, voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een der geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Van harte welkom in deze Eucharistieviering, daags voor het feest van Maria ten Hemelopneming, de gedachtenis van een grote vereerder van Maria, die uiteindelijk zijn leven heeft gegeven als martelaar, Pater Maximiliaan Maria Kolbe. We kennen hem wellicht het beste, omdat dat verhaal denk ik het meest tot de verbeelding spreekt, van zijn offer tijdens de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp. Daar in dat concentratiekamp werd hij getuige van een onbeschrijfelijk leed. Er was een gevangene ontsnapt en 10 anderen moesten als straf de hongerbunker in. En 1 van die 10 jammerde toen hij werd aangewezen, meer toevallig dan bewust. Hij bejammerde en riep, wat dan met mijn vrouw en kinderen? En toen stapte uit die lange rij van gevangenen Pater Kolbe naar voren en zei, neem mij maar in plaats van hem. En met de 9 anderen ging Pater Kolbe de hongerbunker in en heeft hij zijn leven gegeven voor de ander. En daarmee is Pater Kolbe een christen geweest, ten voeten uit. Neem mij maar, in plaats van die ander. Hadden dat niet de woorden van Jezus kunnen zijn geweest toen hij zijn leven aanbood op het kruis? Neem mij maar. En zo heeft Jezus ons leven gered. Maar blijkbaar schenkt hij ook aan ons zijn geest, opdat wij zo kunnen leven. Zelfs tot de uiterste consequentie toe, zoals Pater Kolbe heeft laten zien. Toch is dat offer van Pater Kolbe niet iets bijzonders wat zomaar daar ergens aan het einde van zijn leven is. Er is een gelovig leven aan vooraf gegaan. Hij, de grote strijder voor de onbevlekte maagd Maria, hij die op zoveel manieren zijn geloof heeft beleefd en zich heeft ingezet voor anderen, hij kon uiteindelijk ook alles geven. Waar wij daarin tekort zijn geschoten, waar wij vooral naar onszelf toe hebben gerekend, vragen wij eerst om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Gij hebt de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe, die een vurig vereerder was van de onbevlekte maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van uw naam inzetten voor het heil van anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezing. Uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt God de Heer. Met u zal ik doen zoals gij met mij hebt gedaan. Gij die de eed zo gering hebt geacht, dat gij het verbond hebt verbroken. Toch zal ik weer terugdenken aan het verbond, dat ik in uw jonge jaren met u was aangegaan.
Ik zal een eeuwigdurend verbond met u sluiten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedragingen en uw schamen, wanneer ik uw zusters, de grotere en de kleinere, zal krijgen en ze u als dochters zal geven, zonder dat het verbond met u mij daartoe verplicht. Ik zal mijn verbond met u sluiten en gij zult erkennen dat ik de Heer ben. Dan zult gij tot inkeer komen en schaamrood worden en van schaamte geen mond meer open doen, wanneer ik verzoening bewerk voor alles wat gij gedaan hebt. Zo spreekt God de Heer. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de antwoordpsalm luidt: Nu schenkt gij troost en vergeving. Nu schenkt gij troost en vergeving. God is mijn heil, ik verlaat mij op hem. Ik hoef voor geen onheil te vrezen. De Heer is mijn sterkte. De Heer geeft mij kracht. Hij toont zich mijn helper en redder. Nu schenkt gij troost en vergeving. De dag is nabij dat ge water zult putten, met opgeruimd hart uit de bron van het heil. Breng dank aan de Heer en huldigt zijn naam. Verkondigt de volken zijn machtige daden. Maakt alom zijn grootheid bekend. Nu schenkt gij troost en vergeving. Zingt luid voor de Heer die wonderen deed. Laat heel de aarde het horen. Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls heilige woont in uw midden. Nu schenkt gij troost en vergeving. Alleluia, 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 alleluia. Omvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Amen. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwamen er fariseeën naar Jezus toe om hem op de proef te stellen met de vraag: staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook? Hij gaf hen ten antwoord: hebt gij niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw, en deze twee zullen worden één vlees. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Zij zeiden hem: waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? Hij antwoordde: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was dit echter niet zo. Ik zeg u dus: wie zijn vrouw wegzendt en dit niet wegens ontucht en een ander huwt, begaat echtbreuk. En wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem: als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Hij antwoordde: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen, en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpt het. Woord van de Heer, wij danken God. Jezus komt met een antwoord waar wij misschien in onze dagen helemaal niet op staan te wachten. Eigenlijk dat hele thema, dat hebben we toch gehad. Dat is toch ondertussen geregeld in onze samenleving. Je kunt toch scheiden en hertrouwen. Ja, dat kan in onze samenleving. En als we het evangelie dus moeten aanpassen in onze samenleving, moet ik nu beginnen
met deze bladzijde eruit te scheuren. Maar dan kan ik verder gaan met scheuren en knippen. En krijgen we dus een verknipt evangelie. Jezus' woorden passen niet in ons plaatje. Jezus is heel helder op de vraag, staat de man vrij zijn vrouw te verstoten? Hij zegt nee, heel helder. Wat God verbonden heeft, zal een mens niet scheiden. Maar wat moeten wij daarmee? Want laten we eerlijk zijn, in ieder gezin is dit iets wat voorkomt. Of moeten we zeggen, dat wat voor die scheiding is, is er al niet meer, namelijk een kerkelijk huwelijk. Met andere woorden, wij lijken zo ver van het evangelie afgedwaald te zijn, dat we er eigenlijk geen kant meer op kunnen. Misschien zo'n bladzijde gemakkelijk overslaan. Zo van, we gaan liever naar de lieve boodschappen van Jezus. Jezus als de teddybeer die zich laat knuffelen en die goed is en lief is voor iedereen. Maar Jezus is soms heel vierkant. En toch is dat niet de boodschap van Jezus. De boodschap van Jezus is niet een vierkante boodschap waar je niet omheen kunt. Jezus is geen betonnen muur. Jezus is uiteindelijk barmhartig. Maar hoe kunnen wij dat combineren met deze toch wel duidelijke uitspraak over niet scheiden? Want nu, Jezus zegt niet zomaar ja of nee, dit mag niet en dat mag wel. Jezus gaat terug naar het begin. Eigenlijk zegt hij, als je wil weten wat iets is, ten diepste kijk dan naar het begin, daar waar het ontstond. Want de dingen zijn, ten diepste, wat ze waren toen ze werden. Zoals een schilderij. Wat men vaak doet, is men haalt lagen ervan af die door de eeuwen erop zijn gezet bij allerlei restauraties, om uiteindelijk het oorspronkelijke schilderij weer terug te vinden. En dat is wat Jezus doet als hij zegt, in het begin. In het begin heeft God de man en de vrouw gemaakt. Met andere woorden, het huwelijk is een gedachte van God geweest. Dat is niet zomaar iets wat mensen bedenken. En waar mensen dus ook mee kunnen sleutelen op allerlei manieren. En dat je dan ook allemaal goed moet vinden, want, pas op, zeg niet te veel over zaken die niet het huwelijk zijn van man en vrouw. Jezus zelf zegt, in het begin heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Ook dat regeltje kan ik er niet uit gaan knippen, want ik krijg een knipsel evangelie op het einde dan. Hij gaat naar het begin. Maar waarom is dat zo belangrijk? Omdat God zelf een gemeenschap. God zelf is de Vader en de Zoon, twee personen noemen we ze, van de goddelijke drie-eenheid, die door de band van de liefde, de geest, zo één zijn dat we spreken van één God. Die in de Heilige Geest vruchtbaar wordt zelfs naar een hele schepping toe. En juist in de schepping legt God in zekere zin een spiegel neer van zichzelf. Want in het verbond van man en vrouw zien we het geheim van God weerspiegeld. Twee personen, zo totaal anders, en tegelijkertijd geroepen om één te zijn. En om vanuit die eenheid vruchtbaar te worden naar nieuw leven. In zekere zin zou je kunnen zeggen, het gezin, het is een weerspiegeling van de drie-eenheid op aarde. En het is niet zomaar het werk van mensen. Het huwelijk is niet zomaar een vriendschap. Vriendschappen die duren zolang als ze duren. Het is God die man en vrouw aaneensmeet, hun harten aaneensmeet en tegelijkertijd hun persoonlijkheid bewaart, zoals in de drie-eenheid. Wij blijven een zelfstandige persoon en zijn ten diepste verbonden. Maar niet alleen omdat wij dat kunnen, maar omdat God er is. Hij als een derde ons vasthoudt. Het is Christus die als een derde zijn ja-woord geeft en zegt, ik geef mijn leven voor jullie, in goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed, in ziekte en gezondheid. Ik zal er voor jullie zijn, altijd. En ook als jullie elkaar loslaten, ik kan jullie niet loslaten, omdat ik mijn woord dat ik beloofd heb, niet zal verbreken. En zo is het Christus die als een derde mee op weg gaat. Die als een derde zich aansluit, zoals eens bij die twee leerlingen op weg naar Emmaus. Twee leerlingen, een hele lange weg op weg en tegelijkertijd was Jezus aanwezig
terwijl ze hem niet herkenden. Zo wil Christus zelf met ons zijn en heel bijzonder met hen die in het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Opdat wij eens in de hemel de volheid van de drie-eenheid mogen zien, waarvan we in het huwelijk hier op aarde een weerspiegeling krijgen geschonken. Amen. Leggen wij nu op voorspraak van de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe onze gebeden aan God voor. Dat de kerk en haar leiders steeds op mogen komen voor de verdrukten, zelfs met gevaar voor eigen leven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat de leiders in deze wereld bekommerd mogen zijn om het welzijn van hun onderdanen en niet in eerste instantie denken aan eigen gewin. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat de gehuwden trouw mogen blijven aan hun heilige huwelijksband, ook op momenten dat het wel eens moeilijk is. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat de zieken onder ons steeds mensen mogen ontmoeten die bereid zijn hun leven, hun tijd en aandacht aan hen te geven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dit missofoor wordt opgedragen voor een goede uitslag van een onderzoek, voor de zielerust van Annie Wiertz-Kostreva, van wie wij vanochtend in deze kerk een herdenkingsviering zullen houden, voor de zielerust van Henny Reneerkens van Keken, wier uitvaart morgenmiddag vanuit de Lambertuskerk zal plaatsvinden, en voor de zielerust van zuster Ilona. Dat zij allen die van ons zijn heen gegaan thuis mogen zijn bij God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede God wil onze gebeden aanhoren en verhoren. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden een. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in het goddelijk leven. Gezegend zijt gij God. Heer van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, wij bidden u onze gaven aan en vragen u ootmoedig, leer ons naar het voorbeeld van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, ons leven aan te bieden als een gave u ter eer, door Christus onze Heer. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart
Wij zijn met ons hart bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw machtelaar, Pater Kolbe, heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden, zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing, en maak gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
door hem en met hem en in hem, zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid te vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Lam God, dat wegneem de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam God, dat wegneem. Neem de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneem de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus bewaren ons tot het eeuwige leven. Amen. Dit zegt de Heer, geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Thank you.
Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij hebt ons gesterkt met uw lichaam en bloed. Ontsteek nu ook in ons het vuur van uw liefde, dat door dit gasmaal ontbrandde in de heilige Maximiliaan Maria Kolbe. Dat vragen wij u die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Morgen zaterdag 15 augustus is er geen heilige mis om 9 uur hier in deze kapel. 15 augustus, hoogfeest Maria ten hemelopneming, willen wij vieren met een mis, als het weer het toelaat, bij het kapelletje aan de Roderlandbaan en anders in de hier in de kerk van Chevremont om 7 uur 's avonds. Die mis zal met livestream worden uitgezonden. Als u naar die viering wilt toekomen, is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt. Het is alleen plaats voor gereserveerden. Dat was de voorwaarde voor de vergunning die wij bij de gemeente moesten aanvragen. Na de zegen 1236. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. Ik hoorde van genade, sprak de engel Gabriel. De bron van uw genade is God.